In deze film ga ik een foto half voorzien van tekst. En om dat te doen ga ik de foto eerst in tweeën delen. En dat doe ik met behulp van linealen. Hierboven bij Weergave heb je daar de linealen staan of je drukt op Ctrl-R. Mijn linealen worden in dit geval weergegeven in pixels en ga je er bovenop staan en je klikt met rechts dan kun je bijvoorbeeld kiezen voor procenten. En ik wil dus een scheiding maken op 50% van de foto. Dus vanuit de lineaal aan de linkerkant hou ik de muisknop ingedrukt en trek ik gewoon een streep naar het midden. En hij is enigszins magnetisch en blijft daar staan. Nu is dit niet helemaal perfect, dus ik wil hem nog een klein beetje verplaatsen. En middels het verplaatsgereedschap, als ik boven mijn lineaal ga staan, sleep ik hem nog een klein beetje naar rechts, totdat hij gewoon mooi in het puntje van de neus staat. Wat ik ook nodig heb, is dadelijk een hulplijn aan de linkerkant, bovenkant en onderkant. Dus die maak ik ook meteen vanuit links, sleep ik hem naar de linkerkant van de foto. En als ik daar bijna ben, klikt hij er tegenaan. En dat doe ik ook zo met boven en onder. In de linkerhelft van de foto wil ik dus een tekst gaan maken. En daarvoor heb ik het tekstgereedschap nodig. Dat vind je hier aan de linkerkant. Nu kun je een keer klikken en gewoon gaan typen. Maar ik wil een tekstvak maken. En dat tekstvak dat wil ik van linksboven doen. En daarvoor had ik dus die hulplijn nodig. En als ik de muis ingedrukt hou, krijg ik een soort selectiekader. En dat sleep ik naar het midden. Aan de onderkant. En het plakt automatisch vast aan de linealen. En dit wordt dus mijn tekst. Welk lettertype je hier kiest, dat moet je zelf uitzoeken. Ik heb gekozen voor Ederon. Eventueel kun je hem nog wat groter maken. En dit is op zich wel aardig. We kunnen dat later altijd nog een beetje aanpassen. De tekst die hij hier aangeeft is Lorem Ipsum. Dat is een soort standaardtekst, betekent helemaal niks en dat is puur ter invulling. Ik ben helaas niet creatief genoeg om iets te verzinnen. En ik druk op het vinkje hierboven. Om dit toe te passen. De tekst kan nog een beetje omlaag. Dus via het verplaatsgereedschap schuif ik hem iets naar beneden en ik hou de shift ingedrukt. Trouwens ook met de uitleiding van mijn tekst. Als ik er nog even naartoe terug ga. Die stond op rechts uitlijnen, zodat die uitlijnt tegen die lijn in het midden. Dat is wel even belangrijk. Maar deze tekst wil ik dus eigenlijk transparant maken, dat je daar het gezicht in terugziet. En verder mag het gewoon zwart zijn. En dat gaan we doen door middel van een masker. Het belangrijkste is, is dat je tekst dus wel eerst gewoon netjes is opgemaakt. Dus via Venster en Teken krijg je nog wat instellingen van je tekst. En zo kun je hem eventueel nog wat groter maken. En je kunt hem wat dichter bij elkaar schuiven, bijvoorbeeld. Nou, hier ben ik wel happy mee. Ik ga vervolgens een nieuwe aanpassingslaag maken. Hier via het zwart-witte bolletje daaronder. En ik kies voor volle kleur. En dat wordt in dit geval zwart. Dat heel de foto zwart wordt, dat maakt even niet uit. Dat gaan we straks wel fixen. Nu is het dus zaak dat ik alle tekst selecteer en dat ik daar dadelijk met een laagmasker op aan de slag kan. Nou, hoe doe je dat? Je houdt de Ctrl ingedrukt en je drukt gewoon op de T. En je ziet er ontstaat een selectie rondom je letters. Vervolgens zet ik mijn volle kleur weer aan en ik ga naar het laagmasker. En als je daar staat, omdat het laagmasker helemaal wit is. Betekent dat alles van deze zwarte letters zichtbaar is en ik wil ze juist onzichtbaar hebben waar ik mijn selectie heb gemaakt. Dus met de selectie actief en het laagmasker geselecteerd druk ik op Ctrl-I en dan wordt het daar zwart in. En je ziet de witte letters komen er doorheen. Ik druk op Ctrl-D om de selectie op te heffen en als ik nu mijn laag van letters uitzet, dan zie je dat daar het gezicht doorheen komt. Ben ik er nou? Nee, nog niet helemaal moet natuurlijk ervoor zorgen dat de rechterhelft van de foto wel zichtbaar is. Dus die laag van volle kleur die moeten we uitzetten in de rechterhelft. Ik pak hierboven het vierkante selectiekader en ik sleep gewoon een kader tot aan het midden onderin. En mijn laagmasker is nog steeds actief dus ook deze selectie kan ik omkeren door middel van ctrl-i en daar is mijn gezicht. Ctrl-d om alles weer op te heffen. De hulplijnen heb ik nu niet meer nodig. Je kunt ze wissen. Dat kan hierboven via weergave hulplijnen wissen. Maar je kunt ze ook gewoon weer even uitzetten. En dat doe je met de sneltoets Ctrl H. Wil je ze weer aan hebben, druk je weer op Ctrl H. En dan zijn ze weer terug. Ik wil nog een klein wit randje om de tekst. Zodat die beter zichtbaar is. En daarom zet ik die tekstlaag even bovenaan. En ik zet hem weer aan. Vervolgens haal ik de vulling. Naar 0% dat betekent dat de inhoud van de laag verdwijnt, de letters, maar eventuele effecten die ik met laagstijlen erop leg, die blijven 100% zichtbaar. Ik klik er met rechts op en kies bovenin valt net buiten beeld voor opties voor overvloeien. En ik klik gewoon aan lijn en je ziet er verschijnt een lijntje onder. Je kunt eventueel de grootte nog een klein beetje aanpassen tot iets wat jij beter leesbaar vindt. Laat ik hem op 8 houden, dat vind ik wel aardig. En eventueel zou je de vulling nog een klein beetje op kunnen voeren om de letters net even niet transparant te maken. Komt de leesbaarheid nog iets beter ten goede? Je zou de kleur via teken eventueel ook zwart kunnen maken. En je ziet in het beeld wat het doet. Eventueel kun je de dekking van de kleurvulling nog een klein beetje terughalen om er een klein beetje van het gezicht doorheen te laten komen. Of je kunt dat allemaal niet doen, natuurlijk. Het is maar een kwestie van wat je zelf wil. En zo kun je dus eenvoudig tekst over een gezicht heen zetten en alleen dat gezicht door die tekst laten zien. Handig voor een boekomslag of een poster of welke creatieve uitspatting je kunt verzinnen. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer en doei doei.